Hey, heren, welkom. Deze week in deze week. De week die is geweest. En hoe was de week, meneer Gerrits? Nou ja, dikke shit. Dikke shit? Ja, natuurlijk een paar dagen geleden dan verloren van NRC met 2-0. En dan moet je door een stelletje van die Brabantse boeren word je even geknipt en geschoren waar je bij staat. Daarna verliezen we met 4-1 van Heerenveen. Dan word je door een stelletje van die Friese boeren geknipt en geschoren waar je bij staat. Ja. Nou ja, en daarna dus dat akkefietje met de Champions League. Akkefietje. Ja, u herinnert zich ongetwijfeld ons protest tegen de verloren wedstrijd in Frankrijk, tegen Nantes. Ja. Zo'n protest bij de UEFA, dat blijft dan vaak toch ruim een week liggen. Mm-hmm. Dus inmiddels hebben we antwoord. Hele vriendelijke brief, amis, dit inderdaad, veel begrip voor uw standpunt. Protest toegewezen. Oh. De wedstrijd tegen Galatasaray wordt in zijn geheel overgespeeld. Oh. Wacht even, voorzitter, die wedstrijd hadden we toch juist heel riant gewonnen? Ja. Ja, dat is ook een beetje het probleem. Ja. Daar gaan we dus ook weer protest tegen aantekenen. Ja. Maar ja, dat duurt al gauw een dikke week. Ja, dus Gerrits, gaat het niet in je hoofd om van Lazio Roma te winnen, want dan moeten we die ook overspelen. Nee, van Lazio Roma gaan wij niet winnen hoor, laat dat gerust aan mij over. Gelukkig. Maar dat zal trouwens ook een veel te drukke week worden, want we moeten een wedstrijd tegen Heerenveen, die moeten we ook nog overspelen. Tegen Heerenveen overspelen? Ja, die gaan we zeker overspelen. Hoezo? Nou, naar aanleiding van de gebeurtenissen in Breda. Ik weet niet of je dat gisteren hebt gezien. Ja, NAC Willem II. NAC Willem II. Aanstekers, ja, golfballen, mobiele telefoons op het veld. Alles op het veld. Visloot. Visloot. We weten niet wat het is. Ik weet ook niet wat het is, maar het werd wel op de in de krant. Ja. Visloot. Toen dat las, wist ik, het is definitief mis. Ik zal wel zeggen, de spelers van PSV waren dermate van de kaart dat die wedstrijd moet gewoon worden overgespeeld tegen Heerenveen. Hé, wacht even. Die wedstrijd NAC Willem II was zondag. Zondag. En jullie hebben op zaterdagavond verloren van Heerenveen. Hoe kan je daar dan aansluiten? Dat zijn uw woorden. Ja. Dat zou ongetwijfeld ook waar zijn. Dat betekent dat onze positie juridisch deze keer wat zwakker is. Ja. Desondanks zullen wij wel protest aantekenen. Want het overspelen van verloren wedstrijden blijft een aantrekkelijk principe. Ja. Op PSV. En we werken dus ook de laatste maanden met de vier O's. Oh. Dat was er alvast één. En dan hebben we dus opstelling maken, op je gezicht krijgen en overspelen. Dat is niks bijzonders hoor. Die vier O's, de KNVB werkt er ook mee. Want die hele wedstrijd tegen Ierland, die wordt natuurlijk ook overgespeeld. Omdat Davids daar ten onrechte geschorst was of zo? Ja, bijvoorbeeld ja. Ja, zo lust ik er echt nog wel 10 hoor. Ja, zeker. De WK-finale 78. Hallo. Argentinië, Nederland, wat daar allemaal op het veld is gegooid. Daar is er een honderdje brood van, bakken confetti, verschrikkelijk. Alle PSV'ers die daar in het veld stonden, die zijn jarenlang van slag geweest. Ja. Psychisch. En die Brand, Sportvliet, Wildschut, Willy van der Kerkhof. Ja. Die overigens deze week 50 jaar is geworden. Ja. Ik had juist begrepen dat René van der Kerkhof 50 jaar was geworden. Ja, die ook, ja. Hoe dan ook. Meneer Gerrits, het is echt crisis bij PSV, hè? Jullie hebben... 6 wedstrijden gespeeld, 7 punten. Vergeet ook vooral de 11 verliespunten niet, hè? Nee, ik vergeet die 11 verliespunten niet. U begint echt een beetje op de kapitein van de Titanic te lijken. Titanic. Ja. Ja, ik weet niet of je een club als PSV moet gaan vergelijken met een musical. Ik bedoel, Nee, ik bedoel... Zo ontzettend gezellig is het ook niet in Eindhoven. Ik bedoel, dat schip, dat is toch niet zo goed. Doet u maar geen moeite mee. Nee? Nee. Ik heb een keer geprobeerd om de Sound of Music uit te leggen. Nee? Maar meneer Gerrits... Over de pet. Nee, ja. Het gaat echt niet goed. PSV is in crisis en meestal is de trainer dan de pineut. Ja, daar ben ik het volkomen mee eens. Ik bedoel, als je met dit uitstekende spelersmateriaal geen kampioen wordt, dan moet je toch echt bij jezelf te raden gaan. Ja. Nee hoor, dat hoeft helemaal niet. Nee? Nee. Nou, dat vind ik anders van wel. Het rommelt bij ons behoorlijk hoor in de kleedkamer. Daar is mij anders niets van bekend. Oh. Nou, iemand als Mark van Bommel die kan mij bijvoorbeeld niet lucht of zien. Dan verkopen we Van Bommel, maar de trainer blijft zitten. Oh. Nou, maar wacht even. Ik had juist gedacht dat als ik Europees niet kan overwinteren, dan trek ik mijn conclusies. Ja, maar die conclusies hebben wij al getrokken. Erik Gerrits, jij gaat die beker dit seizoen tot de bodem leeg drinken. En desnoods vul ik hem persoonlijk nog bij. Maar wacht even, dat betekent dat ik dus minimaal tot de kerst in Eindhoven zit? Ik zal het je sterker vertellen, tot en met de nieuwjaarsreceptie minimaal. Oh. Nee, wacht even, niet de nieuwjaarsreceptie. Jazeker nee, wel. Nee, je niet, weet, nee, ik wil voor de nieuwjaarsreceptie wil ik weg zijn. Donders goed nee, waar absoluut ik niet. Nee, naartoe wil, Erik Gerrits. Ja? Nee, je weet heel goed waar ik op doe. Ja, u heeft over dat paintball. Het paintball, jazeker. Nee. Meneer Spaan, Erik Gerrits probeert er zolang hij bij ons onder contract staat om er paintball uit te komen. We gaan niet paintballen. 2 januari noemen wij onszelf de paintball schietvereniging PSV. Ja. Dan gaan we met z'n allen, wat voor gewone mensen in het schans springen, Garmisch-Partenkirchen is voor ons een paintball toernooi. En al heeft Erik Gerrits 32 verliespunten.
op 2 januari staat hij aan de ene kant van het bos en wij met z'n allen aan de andere kant. Ja. En dan gaan we hem helemaal onderschieten. Ja. Ja. Ja, dat wordt dus hele dikke shit. Hele dikke shit in 7 kleuren. Ja. En zelf opruimen, Gerrit. Goed, Gerrit, nou, hartelijk bedankt. Zoals elke week gaan we natuurlijk kijken naar het doelpunt van de week. Eerst even dit. Er is weer ruimte voor filmpjes. Dus